In de studio gaan we praten met milieuwetenschapper Max Huisden over waterbeheer. We hebben onlangs gezien dat wij in het westen te kampen hadden met grote bosbranden. En door watertekort konden de hulpdiensten deze bosbrand niet op tijd blussen. En iedereen keek uit naar de hemel, zodat Masra Garbek en Sakapchi alleen Kongi Ono. Maar uiteindelijk is het gelukt. Meneer Max Huisden, goedemorgen en welkom. Ik lees hier dat wij wel een project hebben om het beheer van onze water tot 2027 in goede banen te leiden, of tot 2050. Klopt dat? Ja, er zijn verschillende activiteiten gaande om eigenlijk te geraken tot integraal waterbeheer. Want ja, water is een breed begrip, dus een heel belangrijk begrip. Het is de basis van het leven in principe. En ja, dus het is eigenlijk een all hands on deck approach om dat integraal te beheren, vooral binnen de context van Suriname. Ja, en waar staan we nu op dit moment als we kijken naar integraal waterbeheer? Nou, als land moet die awareness nog goed doordringen naar alle lagen toe. Er zijn lichtpuntjes in de tunnel, er zijn een heleboel activiteiten gaande, instanties die zijn opgericht recentelijk en die dus zich bezighouden met het aspect. Dus, er is nog veel werk aan de winkel, maar we maken stapjes voorwaarts. Maar als milieuwetenschapper ziet u wel dat wij vooruitgangen maken? Ja, het gaat niet snel genoeg, omdat het eigenlijk een heel actueel onderwerp is. Maar dat komt ook met een aantal problemen. Als je kijkt binnen de context van climate change bijvoorbeeld. Als je kijkt binnen de industriële, de antropogene activiteiten die in ontwikkeling zijn. Dan moeten we ons wel zorgen maken over de kwaliteit van onze grote hoeveelheden schoon zoet water in Suriname. Ja, en dat water wordt nog elke dag vervuild. En dat bewustzijn over vervuiling, dat ziet u nog niet op gang komen. Er wordt aan gewerkt, maar het is nog niet waar het zijn moet. Ja, ja. En de regering moet sowieso beleid maken. De instanties, bijvoorbeeld als de universiteit, die doen onderzoek, maar de gemeenschap, die moeten ook in feite eraan werken dat wij minder vervuiling hebben voor wat betreft water. Dat deel van de regering is al zo goed geregeld, beleid, maar de implementatie blijft nog, die moet nog komen. Waaraan schort het? Wel, vanuit het beleid zijn er inderdaad een aantal activiteiten gaande waarvan we zeggen dat we zijn op de goede weg, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ik noem bijvoorbeeld vanuit het ministerie van NH dat er nu een directoraat water is. Ik noem dat we bijvoorbeeld een waterplatform hebben. Dat dus bestaat uit een x-aantal personen die advies uitbrengen aan de minister van NH. Ik praat over de presidentiële commissie die zich bezighoudt met integraal waterbeheer. En daarnaast heb je natuurlijk de sleutelfoundations, zoals Waterforum Suriname. Ik mag ook noemen de SAFE, dat is Suriname Alliance for the Environment, ja, die zich daarmee bezighoudt. En natuurlijk aan de basis van alles ligt een stukje capacity building, dus kennisontwikkeling op verschillende niveaus. En op universitair niveau hebben we dus natuurlijk de studierichting Milieuwetenschappen, waar we ons ook bezighouden met water en het onderzoek daarna, maar ook natuurlijk het opleiden van deskundigen. Ja, en met betrekking tot de houding van de gemeenschap, wie of welke instantie waakt ervoor dat wij de gemeenschap zover kunnen brengen dat ze zich anders opstellen voor wat betreft water? Want we zien, we hebben nu warme weer, straks komt er regen. Gedurende dit seizoen heb ik mensen horen klagen dat er een tekort is aan water. Ze krijgen geen water via hun kraan, dat is des SWM. Ook de boeren hebben geklaagd dat ze watertekort hebben.
met betrekking tot de inzaai van paddy. We hebben ook laatst hier gehad de directeur van de Staatsolie Power Company heeft aangegeven dat die waterpeil in onze stuwmeer begint te dalen. Dat wil zeggen, als de verschillende seizoenen zich daar aanwezig zijn, hebben we uitdagingen voor wat betreft waterbeheer. Straks hebben we grote regentijd, gaan we overtollig water hebben. En daar ook moeten we dat water goed kunnen beheren. Is er specifiek beleid ontwikkeld voor wat betreft de verschillende seizoenen? Wel, dat is een ingewikkeld onderwerp, omdat we praten binnen de context van climate change. Ja. En u weet, bij climate change heb je dus te maken met een, factoren die vooral de toegankelijkheid tot water, en als ik zeg toegankelijkheid bedoel ik van toegankelijkheid tot water van verschillende kwaliteiten. Want afhankelijk van het doeleind waarvoor je het wil gebruiken, zal het dus moeten voldoen aan bepaalde vereisten. Ja. Die beschikbaarheid is dus niet in te schatten. Binnen de context van climate change heb je dus inderdaad extreme droogte in bepaalde perioden wanneer je het niet verwacht. En misschien zelfs een overschot aan water in andere perioden waarbij je dus dacht dat het er anders uit zou zien. Ja. Dus integraal waterbeheer probeert daarop in te spelen. Integraal waterbeheer houdt dus in dat verschillende factoren, verschillende facetten, verschillende instanties die te maken hebben met het beheer van water, de koppen bij elkaar steken en het zaakje monitoren niet alleen, maar ook reguleren. Zodat wanneer er een tekort is aan water, dat je dan hebt opgeslagen, dat je kan putten uit de bronnen die je dan in het vooruitzicht hebt gesteld. Ja. Dus er is veel werk aan de winkel, zoals ik al zei. Maar het is een all hands on deck approach. U had het over awareness, we hebben genoemd capacity building, dus de deskundigheid moet gekweekt worden. Maar ook een stukje beleid. En we zien dat met name op het beleidsfront mensen zich er steeds meer en meer bewust van wordt. Vanuit onder andere NH, maar ook andere ministeries zoals bijvoorbeeld Volksgezondheid, Openbare Werken, LVV enzovoorts. Eigenlijk, water is nodig binnen alle sectoren. Ja. Dus met name de ontwikkelingen waarbij er nu een waterplatform bestaat. De ontwikkelingen waarbij er een presidentiële commissie bestaande uit verschillende sleutelactoren bestaat. Biedt toch hoop dat we binnenkort dus mogen gaan werken aan integraal waterbeheer zoals dat moet. Ja, en het bufferen van water is essentieel, vooral als we kijken naar dit seizoen. Zijn er al gebieden in kaart gebracht waar we het water moeten gaan opslaan voor deze periodes waar er water nodig is? Kijk, het is een, zoals ik al zei, het is een ingewikkeld onderwerp. Ja. Omdat je natuurlijk de natuurlijke bufferzones hebt. Dan ja. praat ik over moerassen, swampen enzovoorts. Die historisch gezien niet altijd worden gewaardeerd en worden gepreserveerd voor die functie. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld verkavelingsprojecten in dergelijke gebieden. Terwijl je het eigenlijk zou moeten preserveren als een bufferzone waar je water kan accumuleren bij overschot. Maar waaruit je ook kan putten wanneer er een tekort is van water. Dus dat besef moet er bestaan binnen het beleid. Dan praat ik ook bijvoorbeeld binnen de context van ruimtelijke ordening. Ja. En stedelijke ontwikkeling enzovoorts. Daarnaast heb je natuurlijk ook kunstwerken die kunnen worden aangelegd. Dus systematisch. En vooral in de agrarische sector heb je dat vaak. Dat men dus gaat putten uit een bronnen van water. Die tijdens droogte dus als irrigatiewater kunnen worden aangewend. Ja, wat moet nog gebeuren? Dus beleid moet uitgevoerd worden. Er is al beleid. Het moet uitgevoerd worden, dus dat moet sowieso gaan plaatsvinden. Hoeveel middelen hebben we nodig om alvast een stap te maken voor wat betreft fysieke implementatie? Dat is een moeilijke vraag, want het hangt helemaal ervan af wat we willen gaan doen. Ja. Dus het beleid is veelomvattend. Maar is dat beleid wel overzichtelijk? Niet in alle gevallen. De reden waarom ik dat zeg, kijk, als we
praten bijvoorbeeld alleen maar binnen de context van climate change en sea level rise. Toch? Dan hebben we te maken met twee aspecten. We hebben te maken bijvoorbeeld met erosie van de kust. Op de ene locatie is het wat sterker dan op de andere locatie. Maar we hebben ook te maken met stijging van het zeewater. Wat gepaard gaat met dingen zoals verzilting van de grond, contaminatie van je aquifers, je ondergrondse waterreservoirs. Maar ook met een stukje wateroverlast binnen de bebouwde kom bijvoorbeeld. Dus wanneer we praten over hoeveel geld en welke middelen zijn nodig, dan moet dat allemaal geplaatst worden binnen een context van welke weg willen we op. Ja. Willen we gaan in de richting van slechts mangroven? Willen we gaan in de richting van dammen en dijken? Willen we gaan in de richting van geleidelijk aan verhuizen van de hoofdstad naar hoger gelegen gebieden? Dus het hangt er helemaal vanaf. En afhankelijk van welke manier je kiest binnen je beleid, en dan praat ik niet over slechts korte termijn beleid, maar ook middellang en lange termijn beleid, ja, dan gaat het verschillende middelen nodig hebben. Ja, als milieuwetenschapper en onderzoeker, wat vindt u zelf? Wat zou binnen korte termijn moeten gebeuren? Dus ja, vanuit een milieuperspectief en een gezondheidsperspectief zijn er verschillende facetten. Ja. Ja? En die facetten op korte termijn moeten erop gericht zijn dat we in elk geval integraal het water gaan beheren, dat is één. Dat we gaan werken aan bewustwording van de bevolking, want verontreiniging van onze waterbronnen is sowieso funest. Dat we gaan werken aan een stukje capaciteitsverruiming. Bijvoorbeeld in opleidingen die te maken hebben met water, die specialisten opleiden. Maar ook dat we vanuit het beleid, vanuit de ruimtelijke ordening gaan werken naar het verhuizen van onze bebouwde kom naar hoger gelegen gebieden. Want binnen een x aantal jaren zal het water zodanig gestegen zijn dat als je nu investeert in dure, grote infrastructuur, dat over enkele jaren dus een verloren zaak zal zijn. Ja. Dus je moet sowieso moet je niet alleen korte termijn, maar ook midden- en lange termijn planning maken die allemaal in lijn liggen met je beleid en met de omstandigheden waaronder we ons verkeren. En dit alles is vervat in dat project richting 2050? Er zijn facetten die erin vervat zijn. Andere dingen moeten misschien worden aangescherpt. Ja, en 22 maart hebben we Wereldwaterdag. Dan bent u hier met een andere partner om te praten wederom over het belang van waterbeheer in Suriname. Ja, van nu naar dan zullen we verschillende persmomenten hebben waarbij we dus echt willen gaan werken aan de awareness binnen de samenleving. Terwijl we natuurlijk tegelijkertijd werken aan awareness bij beleidvoering, data verschaffen om evidence-based beleid mogelijk te maken en natuurlijk onderzoek blijven doen.